Zeven, acht weken geleden ongeveer ging de helft van het land op slot, ook het Factorium hier. Hoe was dat? Want dit lijkt me bij uitstek een plek waar mensen juist bij elkaar komen. Ja, dat was wel even, even heel erg raar. We zijn natuurlijk een ontmoetingsplek waar heel veel gebeurt. Veel lessen worden gegeven in dans, muziek, musical en theater en urban. En dat viel in één keer helemaal stil. Theater, ja, en dans, waarbij je eigenlijk in groepen werkt en ook heel erg fysiek bezig bent. Die cursisten hebben van ons lesopdrachten gekregen. Onze theaterjongeren kregen bijvoorbeeld iedere week theaterpost met een bijzondere opdracht, een theateropdracht, die ze dan thuis alleen of samen met de familie moesten uitvoeren. En omdat we de komende tijd met een stuk minder mensen hier in het theater mogen zijn, hebben we de Tilburg Talent Nights bedacht. En gaan we de komende tijd veel meer livestreamen via onze social media kanalen. So much left to say. Trapped alone here with my past laid plans astray. Het kostte wel wat meer tijd om het allemaal goed geregeld te krijgen. Dus we zijn met name gewend om theatertechniek goed te verzorgen. Maar met streaming kom je dan toch spelenderwijs wel wat nieuwe dingen tegen die mis kunnen gaan. Je moet natuurlijk rekening houden met de beperkingen van een camera en met hoe een kijker kijkt. Lijkt me, als je naar een schermpje kijkt, dan is dat toch anders dan wanneer je naar een podium kijkt met optredende mensen. Sowieso heel fijn om toch weer even wat leven in dit theater te mogen ervaren. Het heeft natuurlijk al die tijd stilgestaan, er is niks geweest. En het was ook best wel aangrijpend om dan bijvoorbeeld het eerste nummer te horen van een van de solisten. Hoe kom ik hier terecht? Zijn alle goden boos? Dat ik mijn leven zo dwaas heb geleefd, zo bijna gedachteloos. We hebben het eigenlijk liever over presentaties, want voorstellingen zijn gewoon niet mogelijk. Die zijn kleinschaliger van opzet, met een paar mensen. En natuurlijk altijd binnen de richtlijnen van het RIVM. En daar wordt gewoon rekening mee gehouden met programmeren. Het was een try-out en we zijn het nog aan het ontwikkelen. En ik zou wel graag ook wat meer camera-regie willen. Dus wellicht meerdere camera's en de regie daarop. Dus ja, er komt een vakgebied bij. Dus je hebt theatertechniek, podiumtechniek en cameratechniek met camera-regie. You're not what I asked for. Gaan we weer open. Dan beginnen de lessen weer, zowel de individuele als de groepslessen, maar aangepast. Ons hele gebouw is helemaal getransformeerd. We hebben bijvoorbeeld nieuwe routing aangelegd. Overal zijn hygiënische middelen voorhanden, waarmee mensen de handen kunnen ontsmetten en de handen extra kunnen wassen. En we gaan gewoon een aangepast programma draaien. En waar kunnen we de stream straks bekijken? In eerste instantie op onze Facebookpagina, op onze social media kanalen dus. En mogelijk ook op andere platforms.